Na de inhaalbeweging via de potpourriwetten maakt minister van Justitie Koen Geens nu werk van een modernisering van de wetboeken. De sprong naar een modern, efficiënt en rechtvaardig recht. Sommige van de huidige wetboeken dateren nog uit de tijd van Napoleon. Hoog tijd dus voor vernieuwing. Zo komt er een gloednieuw wetboek voor elke stap in de strafrechtsketen. Het strafwetboek, het wetboek strafvordering en het wetboek strafuitvoering. De rechter zal bij de straftoemeting kunnen kiezen uit verschillende alternatieve sancties, in plaats van slechts de klassieke gevangenisstraf. Seksuele misdrijven worden voortaan zwaarder gestraft. In zaken opsporing en vervolging worden de rechten van dader en slachtoffer beter gegarandeerd in alle stadia van het onderzoek. Ten slotte zal de strafuitvoering sterker gericht zijn op modaliteiten die ook bijdragen tot de bewustwording van de dader. De wetboeken zullen vlotter leesbaar zijn en op elkaar afgestemd. Met deze sprong zet Koen Geens verder in op een modern recht dat afgestemd is op de samenleving van morgen. Het resultaat: een grotere efficiëntie en meer rechtvaardigheid. Lees meer op www.koengeens.be.